BN'ers die procederen omdat berichtgeving van de media hen niet bevalt, komen vrijwel altijd van een koude kermis thuis. Het imago van Samantha Steenwijk is er bijvoorbeeld regelrecht door verwoest. En ook Rachel Hazes maakt zich momenteel onsterfelijk belachelijk door een rechterlijk verbod op de bijnaam gecremeerde kroket te eisen. AD-ster Angela de Jong vindt Rachel echt een ongelofelijke oen. Als ze dit niet aan de rechter had gevraagd, dan was de hele term volledig aan me voorbij gegaan, zegt de opiniediva in haar AD-column. En aan de rest van Nederland. Gelukkig heeft Rachel lekker lopen blunderen, aldus Angela. Valt er toch nog wat te lachen, ook al zijn vandaag een site, even tot hier en Arjen Lubach niet op tv. Voor Angela is de familie Hazes gewoon irritatend en daarom is ze soms stiekem heel blij dat alle leden elke vorm van schaamte volledig voorbij zijn. En dat ze te gierig zijn voor echt goede media-adviseurs die voorkomen dat ze zichzelf voor de zoveelste keer voor schut zetten voor het hele land. Dat sluit niet uit dat Angela het een verschrikkelijke aandachtzieke familie vindt die nog erger is dan het duo Harry-Meghan, en dat het belachelijk is dat ze de rechtbank lastig vallen met iedere scheet die dwars zit, terwijl de echt belangrijke zaken blijven liggen. De Voice-zaak bijvoorbeeld, besluit Angela. Daar hebben we als land meer aan. Het meest bizarre is nog wel dat Rachel haar zaak tegen Yvonne Coldeweijer aanspande, omdat de Juice-koningin beweerde dat André Hazes junior het contact met zijn moeder heeft verbroken. En juist dat heeft Rachel nu zelf opgebiecht in de rechtbank, er zijn in de afgelopen weken alleen nog wat appjes over en weer gestuurd. Yvonne tegen het AD, toen ik hoorde dat ze daadwerkelijk op dit moment geen contact heeft met André, dacht ik waarom zitten we hier dan? Dan is er dus nog maar bewijs voor het feit dat ik blijkbaar gelijk heb. Dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd dat als je weet dat er geen contact is, je alsnog een rechtszaak gaat aanspannen? Het is ongelooflijk dat Rachel dit dan alsnog doet, vindt Yvonne. Om te bewijzen dat het niet zo is of zo? Ik vind het gek. Het bewijst alleen maar dat ik waarschijnlijk toch gelijk heb dan. En bij Shownieuws vult ze aan, ik zat met mijn oren te klapperen dat het dus klopt dat er geen contact is. Voor mij is 1 en 1 dan 2.
Thank you.